Het had een groot feest moeten worden. Nederland 75 jaar bevrijd. Door het coronavirus is er helaas een heleboel afgelast. Maar daarmee zijn er nieuwe manieren gevonden om bij dit bijzonder moment stil te staan. Vanuit het Bezienershuis vertellen burgemeester Hubert Bruls en oud-Nijmegenaar Peter Brussen een belangrijk verhaal. Beste mensen, 5 mei. Traditioneel herdenken we Nederland sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog. Op 4 mei herdenken we onze doden en op 5 mei dan vieren we onze vrijheid. En dat zal dit jaar ook zijn, maar het is natuurlijk in hele andere omstandigheden. Normaal zijn we gewend om naar leuke dingen te gaan, een mooi festival om elkaar op te zoeken. Of wat de planning was, een mooie bevrijdingsontbijt in onze eigen Stevenskerk. Maar dat kan allemaal niet vanwege het coronavirus. We moeten afstand houden en op een andere manier toch elkaar zien te vinden. 1,5 meter houden en toch elkaar te zien aanraken. En dat is natuurlijk best lastig. Maar er is geen reden om niet stil te staan bij onze vrijheid. Juist nu in dit jaar, 75 jaar na het einde van de Tweede Wereldoorlog, is natuurlijk extra reden om stil te staan bij onze vrijheid. Gisteren hebben we weer onze doden herdacht. Ook dat hebben we op een andere manier gedaan. En ook vandaag kunnen we stilstaan bij al het goeds wat sindsdien is gebeurd. Ik merk dat heel veel mensen de behoefte hebben om terug te blikken en misschien ook wel de overeenkomsten met de huidige tijd zoeken. En soms voelt dat wel een beetje zo. We hebben natuurlijk beperkingen. Er wordt ons geadviseerd om thuis te blijven. Je kunt niet overal heen gaan. Heel veel leuke en mooie dingen van het leven gaan niet door. Maar we moeten ook beseffen dat de vrijheid er nog steeds is. Want denk, 75 jaar geleden, toen de oorlog ophield, hadden we 5 jaren van onderdrukking. Van geweld, van vervolging, van rassenhaat achter de rug. Van honger en gebrek, heel veel ziekten. Allemaal nog veel ernstiger dan wat we nu meemaken. En reden genoeg dus om erbij stil te staan. Tot we die vrijheden, die vrijdom samen te komen. Met die beperkingen die we hebben. Tot we kunnen opgroeien in een vrije samenleving. Waar onze mening kunnen geven. Waar iedereen kan doen binnen de grenzen van de wet. Wat hij mag en wil doen. Reden genoeg om daarbij stil te staan. In deze bijzondere omstandigheden, maar ook op 5 mei 2020. En zometeen gaat u een bijzonder verhaal horen van een bijzondere Nijmegenaar die toen als een klein manneke, als ik het zo mag uitdrukken, in onze stad leefde. Luistert u en geniet u vooral ook het verhaal van Peter Brussen. We zaten in de kelder, midden in de stad, de Platenmakersstraat. Toen nog Hoekburgstraat naast de Eiermarkt, schuin tegenover het stadhuis. Een grote wijnkelder met donkere gangen en nissen. Mijn vader, mijn stiefvader, was wijnhandelaar. En in die kelder met duizenden flessen en vaten en fusten stond een illegale drukpers. Maar niemand die dat wist. Ons huis had het bombardement overleefd, alleen de erker was weggeslagen. We zaten samen in die kelder met buren, familie en kennissen. Ruim 20 mensen bij elkaar. Op de grond lagen matrassen. De Tommies komen eraan, had iemand gezegd. En dat bracht grote opwinding en verwarring. Zou het nu echt gebeuren? Deze keer echt waar zijn? Buurman Rammelweide van de stomerij, rouwverver binnen 24 uur, sloop naar boven. In een blauwe overall en met een zwarte helm op het hoofd. Het uniform van het ondergronds verzet dat hij even tevoren had aangetrokken. Mijn vader riep nog, blijf hier, het is te gevaarlijk. Maar meneer Rammelweide zette door, het was zijn plicht. Door het kleine kelderraam dat net boven de stoep uitstak, hoorde er plotseling schieten en geschreeuw. Mijn vader werd lijkbleek en ging meneer Rammelweide achterna. Die lag op de stoep, getroffen door een handgranaat. Een slagader was geraakt. Hij sleepte meneer Rammelweide de trap af, terug naar de kelder en in sporen van bloed. Mijn moeder scheurde een laken kapot en verbond hem zo goed als mogelijk was. En mevrouw Rammelweide begon te roepen. Ik hoorde hem nog schreeuwen. Mijn man gaat dood, mijn man gaat dood. Waarop mijn moeder haar een klap in het gezicht gaf. Ik schrok. Ik kon het niet geloven. Mijn moeder, die nooit sloeg, sloeg de moeder van mijn vriendje. En tante stelde voor om een spelletje te gaan spelen. Ik was bang, slapen lukte niet. Soms was het doodstil buiten. Soms hoorde je lawaai, geblaf van honden. Wat meestal betekende dat er vliegtuigen, bommenwerpers in aantocht waren. Een nieuw bombardement?
Hoe lang we in de kelder zaten, weet ik niet meer. Wie naar de wc moest, mocht even naar boven sluipen. We kregen te eten. Ik geloof zelfs een keer soep. Duitsers trokken zich terug. Vluchtende NSB'ers en SS'ers, Nederlanders, hoorde ik later, staken uit woede huizen in brand. We hoorden het geknetter van vuur en plotseling wordt de ruit van het kelderraampje gesprongen van de hitte. De rook gutste naar binnen. We konden niet blijven, konden bijna niet meer ademhalen. We moesten weg met de zwaar gewonde meneer Rammelweide die op een rieten stoel werd getild. De stoel, ik zie het nog voor me, bleef steken in het trapgat. We kwamen in de achtertuin en ik zag dat de gordijnen van vader en moeders slaapkamer in brand vlogen. Kleine vlammetjes die langs de wapperende gordijnen naar boven kropen. Er was geen redden aan. Niemand dacht aan blussen, wegwezen. Mijn moeder, die 6 maanden zwanger was, legde mijn oudste zusje vanaf geen jaar in de kinderwagen die ze, vertelde ze me later, vol dierbare spulletjes al had klaargezet. Iemand zei dat ze met de handen omhoog de straat op moesten. Er zaten scherpschutters op de daken. Weer een binnenplaats kwamen we in de Snijderstraat. We schuifelden langs de muren, schuilden in iedere portiek en stoten op een prikkeldraadversperring. Spaanse ruiters, die we niet opzij durfden schuiven uit angst dat iemand zou schieten. En plotseling stond daar Pater Latour, de kapelaan van onze parochie, de verwoeste Dominicuskerk in zijn witte toog en zwarte cape. Ik heb de Tommies gezien, riep hij verrukt. En als bewijs wilde hij mijn broertje Mark en mij een snoepje geven. Een Engels zuurtje, verpakt in cellofaan, dat hij van de Tommies gekregen had. Maar wij durfden het niet aan te pakken. Hielden de handen angstig omhoog en Pater Latour legde het snoepje op onze tong alsof hij de communie uitreikte. Met een prikkeldraadversperring als communiebank. Ik geloofde dat ik zelfs knielde. Meneer Rammelweide werd over de versperring heen getild, maar mijn moeder liet de kinderwagen met de dierbare spullen staan. Ze zag hem nooit meer terug. We kwamen bij een klooster, belden aan, maar de nonnen waren in gebed en mochten, zei de zusterportier, niet gestoord worden. En zij sloeg de deur dicht. We moesten verder en kwamen, vertelde mijn moeder jaren later, bij een andere versperring die in brand stond. Aan de andere kant stonden mannen. Moeders gooiden mijn zusje over de vlammen naar de mannen die haar opvingen. En toen kwamen we na een tocht van 4-5 uur op de Grote Markt. Een paar 100 meter van ons brandend huis op de Platenmakerstraat. We liepen het poortje door naar de Sint-Stevenskerk. De kerk lag in puin. In de Latijnse school meteen links waren we welkom. We mochten in de kelder slapen. En daar, bij de Latijnse school, zag ik voor het eerst Engelsen. Echte Engelsen. De Tommies, de bevrijders. Wat hadden ze rare helmen op. 4-5 soldaten. Ze bewaakten Duitse krijgsgevangenen. De eerste die ik zag. Nee, niet met de handen omhoog, maar heel aardig met handen in de nek. Zonder koppel met dolk en zonder die moffelaarzen waarmee ze ons kinderen die rotschop konden geven. Plotseling stonden ze daar als bange helden op sokken. Griezelig, heel griezelig vond ik dat. Dat hoorde niet. Vanuit de kelder kon ik door de raampjes alles zien. Zo nu en dan liet een krijgsgevangene zijn hand zakken en dan zei een Engels soldaat, hands up, maar nooit met een snauw, bijna lachend, alsof het een spel was. Ik zag geen vijandschap, geen haat, niets kwaadaardigs, eerder opluchting. De mannen, jongens nog zou ik nu zeggen, had het er levend vanaf gebracht. Ze glimlachten. Het spel was uit. Winnaars en verliezers. De winnaars deelden sigaretten uit. Players uit een grijs rond blikje. En de volgende dag moesten wij verder. De soldaten waren verdwenen. We kregen onderdak in het klooster Hallo bij de Waalbrug, waar hard gevochten werd. De vliegtuigen scheerden over ons heen, schoten hun mitrailleurs leeg. En als het te heftig werd, schuilden wij in een kelder die als kapel was ingericht. En toen we een keer terugkwamen in de zaal waar onze bedden stonden,
waar alle ruiten kapot, overal glas. Het bedje van mijn zusje met kogels doorzeefd. Stel je voor, denk je zin. Voor vader en moeder een reden om zo gauw mogelijk de stad uit te gaan. Ons huis was inmiddels volledig verbrand. We hadden niets meer, maar daar dacht ik niet aan. We liepen richting Heilige Landstichting over de Groesbeekse weg en onverwacht zag ik de pas gelande Amerikaanse parachutisten aankomen. Op spekzolen, nog nooit gezien. Niet als de Duitsers met hun schrapende spijkers onder hun zolen die al van straten ver aan hoorden komen. Honderden en honderden bevrijders liepen ons in een stralende septemberzon tegemoet. Maar we hoorden niets. We hoorden ze niet lopen. Niet marcheren op die zachte zolen. Alsof het niet echt was. Een verschijning van engelen. Inbeelding. Een droom. En maandenlang had ik nachtmerries van die film zonder geluid. Maar als ik dan wakker werd, was er niets. Waren we wel bevrijd? 2 jaar lang zwierven we rond van stad naar dorp naar stad. Mijn jongste zusje werd net voor Kerstmis in Brussel geboren. Eindelijk, na 2 jaar, kwamen we terug in Nijmegen. Kregen weer een eigen huis. En op een dag kwam er van Mark en mij een postpakket van een neef die in Amerika woonde. In dat postpakket zaten 2 echte Amerikaanse spijkerbroeken. Ongelooflijk, natuurlijk. De eerste spijkerbroeken in heel Nijmegen. Voor ons. Toen wist ik het zeker. We waren bevrijd. De vrijheid. De oorlog was voorbij.